Zoi is geëindigd op de eerste plaats, terwijl Shivam Mahangu op de tweede plaats eindigde en Share Liefde op de vierde plaats. Alle drie leerlingen zijn van de Snijdershoardschool. De school heeft voor de derde achtereenvolgende keer de wisseltrofee gewonnen. Kort voor hun verrassing hebben de leerlingen hun ervaring gedeeld met de reports. Het had me verrast. Ik had niet verwacht dat ik op de eerste plaats zou krijgen. Ja, oké. Dus je was verrast en het heeft je heel goed gedaan, toch? Neem ik aan? Ja. Oké, en wat waren je ervaringen? Dus vanaf het begin dat je mee hebt gedaan aan de Olympiade? We gingen met meneer Oudenberg en andere kinderen oefenen voor de Natuurkunde Olympiade. We hebben veel tijd besteed. En we hebben het had ons gelukt dat we weer voor de derde keer op de eerste plaats hadden beland. De ervaringen waren dat meneer Altenberg ook kinderen hadden gekozen om mee te doen. Ik was ook één van ze. Zo zijn we begonnen met lessen te volgen. En daarna hadden we de eerste ronde gemaakt. Was wel moeilijk. Maar we hebben gehaald. Wij drietjes. En daarna zijn we gegaan naar de tweede ronde. Die was ook wel moeilijker om te maken. En die was ook ons gelukt om te maken. Mijn ervaring van de Natuurkunde Olympiade was, vanaf het begin was het wel een beetje moeilijk, maar we hadden een hele grote groep, dus we hadden wel kans om te winnen. En onze focus was dat we dit jaar het weer zouden winnen, zodat we het beker dit jaar konden houden, want het zou de derde keer worden. En het was niet gemakkelijk, dus we moesten hard onze best doen, maar het is wel gelukt. Zijn jongeren, onze jongeren, uit ons eigen district. En het is het derde jaar dat ze hun beker hebben gehouden in ons district. Dus ik wil vragen aan de jongeren die na hun komen, dat ze de beker ook in het district houden.